Hij is de beloofde hervorper, de Messiah, de Imam Mahdi voor de moslims, de Krishna voor de Hindoes en de Boeddha voor de Boeddhisten. Vandaag staan we hier in het moskee of in het gebedscentrum van Ahmadiyya Moslimgemeenschap. Ahmadiyya Moslimgemeenschap is een wereldwijde gemeenschap die gelooft in de wereldlijke vrede. We hebben de motto liefde voor iedereen en haat voor niemand. En wij geloven, zoals het staat in de Heilige Koran, dat er geen dwang in de religie is. Het is een zeer belangrijke dag voor ons en omwille van dat wij ook onze boodschap van vrede kunnen uitdragen tot mensen. En mensen die denken dat ze niet altijd welkom zijn in het een of ander gebedscentrum, krijgen het boodschap mee dat ze altijd hier welkom zijn en wij staan hier open voor iedereen. Mijn vrouw heeft een vriendin, die is al jaren kind, die woont al lang hier in de gemeente. En die heeft ons uitgenodigd om vandaag naar hier te komen. En wij zijn zelf ook gelovige mensen en we wilden weten wat deze gemeenschap te bieden heeft aan andere mensen. Wij geloven ook in profeten en wij volgen wel Jezus Christus. Maar wat zij doen en zeggen, dat is bijna hetzelfde zoals wij in ons geloof geloven. Want wij zeggen dezelfde dingen. Maar wij hebben als leider Jezus Christus, dat is het enige verschil. Dus, Onze gemeenschap is zeer actief op allerlei vlakken en ook op de jeugdvlak. Wij proberen elke jaar de nieuwjaar 1 januari een symbolische start te geven voor onze jeugd en voor onze leden. Wij gaan op elk jaar 1 januari de straten afkuisen, dus een grote schoonmaakactie houden over heel Vlaanderen en ook in Wallonië, in Hasselt ook.